Welkom bij de Torenjacht. En een hele traagje Selem. Wij gaan naar de tweede toren in Heirulveld. Dat is die. De blauwe markeerder, zoals je ziet. In het donker zie je het beste. Want dan zitten er schijnwerpers omheen. Je ziet ze nu al een beetje, maar... In tegenstelling tot alle torens in Breath of the Wild... Moet je bij deze regelmatig een opdrachtje vervullen. Dit is een korok. Die kom je ook wel eens tegen. Maar dat in een ander filmpje. Ja. En dan tragische Selem. Die komen jullie niet tegen. Sommige torens, zoals bij de uitkijkkamp-toren, kun je bijna gelijk heen lopen. Andere torens moet je even moeilijk doen. En sommige heel moeilijk. Zoals je ziet zit daar een tempel in de buurt. Maar daar komen we later op terug. Een minder tragische Selem. Ik wil dan zeggen, stop je nou met tragisch doen? Je bent niet tragisch. Je bent verwend. Een beetje maar. Hé, hey, maak plaats. Jij ook hier. Ja. Oh, jij heeft me gezien. Ja, hij heeft een aal. Waarom doet het nou niks? Ik heb alleen maar lange stokken. En dan heb ik een dik stok. Stok met stotkus. Au. Ik heb hier wel latten nodig, maar... Oh. Zullen wij hier gewoon wegwezen, Link? Gewoon rennen. Dit hebben jullie niet gezien. Nee, dat hebben ze niet gezien. Nee. Jullie zijn tijdelijk blind, toch? Nee, ik ga jou niet aanvallen. Ja, die toren is ook wel een dingetje. Daar zitten volgens mij ook bekobbend. Misschien moet je eerst eventjes eten maken. Ja, waarmee? Ja. Ik weet ook wat toren het is. Deze is lastig. Waarom met vier hartjes en geen eten? Weinig eten.
lange stok is beschadigd. En die is kapot. Maar ik heb een tak. Onderschat de tak. Mocht het nou vaak gebeuren, dan knip ik er een paar uit. We proberen altijd van niet, maar... Wiep! We hem ook weer. Ik heb geen zin in jou. Motoren, daar is motoren. Ben je klaar? Hij is klaar. Ja, ik zou een gerecht kunnen krijgen. Maar ik weet niet of dat makkelijk lukt hier. Als je deze meneer helpt. Dit is Addison. En hij moet de Hudsonborden omhoog houden. Nu kun je hem helpen. Hier gaan we echt nog wel een keer op terugkomen hoor. We geven hem nu even een succes ermee. Nu pakken we even ultrahand. En we pakken dit ding. We gaan eens kijken of we daarmee het Hudsonbord kunnen vasthouden. Waarom? We krijgen een gratis maaltijd. We zagen wat er naar voren valt, dus... Kijk, hij staat. We gaan het even goed vastmaken en dan deze Addison vind je op verschillende plekken in Hyrule. Je kan hem helpen, je kan hem niet helpen. Dan krijg je een roepie. Onze eerste 20 roepie. En je krijgt een gratis maaltijd. Die je dus weer kunt gebruiken. Om jezelf te genezen. Deze stuifzwam gaan we even ergens anders gebruiken. Je moet hier het kamp aanvallen. Dat is niet anders. Dat kan gewoon niet anders. Geloof me, ik heb alle andere manieren geprobeerd. De enige andere manier is van uit de lucht erheen vliegen.
dan pufzwam zorgt ervoor dat alles vaag wordt. Het beste wat ik kan noemen. Ook vuurvruchten kun je eten, trouwens. Mocht je echt eten nodig hebben. Maar aangezien ik een paar zwakke wapens heb en ik meer beesten moet verslaan, ik snap volgens mij niet helemaal goed wat hem nou helemaal gebeurd is. Die Moblin. Gaat hij wel liggen pitten? Ik heb hem al verzwakt. Dus misschien met een... branderig. Oeh, dat was wel link. Branderig. Nou, ik kan het proberen. Netjes. Dat was een two-shotter. Even met ultrahand zo die tonnetjes wegwerken. Allemaal lol hebben. Ja, kom met dat ding. Kom maar. Kom maar naar me toe. Kom dan. Kom maar even rein naar me toe. Dat vind ik niet zo erg. Zeker niet met mijn knots. Ik heb een... stekelbal. Speer. Is heel leuk. En een knots. Met vuur erop. Maar met al die ontploffende tonnetjes gebruik ik die maar zo min mogelijk. Ja. Maar mensen, door die knotsbal
ben ik wel bij de uitkijktoren. En we hebben bijna alles gefilmd. Ja. Maar zo zien jullie dat ik ook nog wel eens op mijn neus ga. Hè? Meneer Tragische Selem? Je kan al een beetje rondkijken of je tempels ziet. Ik zag er al twee. Zo, en we hebben weer een extra deel van de kaart. En ook van de kaart van het Hemelrijk. En nu kun je even met je zweefzeil naar een eilandje vliegen. En rustig eens rondkijken wat je allemaal ziet. Nou, zoals ik al zei, ik zag al twee tempels. Daar één. En hier vrij onder... Oh, nee, daar, ik zag hem. En daar één. De meeste tempels zijn moeilijker te vinden, maar dat doe ik in een ander filmpje. Dit was het filmpje van de toren. Dus, op z'n knollerts. Bye bye!